Hallo kijkers van Shine Surprise op mijn gloednieuwe aflevering van Harry Potter, WK's werkbal. En ik heb weer een co-commentator, het is Nandoing. Lekkering. Zeker lekkering. Oh, de vorige aflevering was zo goed qua content waar we het over hebben gehad. Ja, zeker. Het was wel lekker doorgaan met praten en zo. En nu moeten we het overtreffen, dat is altijd... Ja, dat is altijd een beetje jammer, ja. Ja, dat... Dat wordt wel lastig. Hoe ver ben je met Hogwarts Legacy, of ben je er eigenlijk nog niet aan begonnen? Ik ben er nog niet aan begonnen. Maat, wat gewoon vakantie vorige week. Dat je allemaal Hogwarts Legacy kunnen spelen. Ja, het ding was, ik had mijn collega beloofd om Stray te gaan uitspelen. Maar dan ben je een kat. Wat is dat? Waarom zou je dat doen? Omdat zij wilde weten of die game goed was. En toen zei een collega van me... Maar je kan gewoon video's kijken online. En ja. Toen zei zij van... Ja, maar nee, dat was gespoild. Want ik wil het van hem horen. Ah. maar die game was wel leuk, legit. Okay. Ik weet niet, is het ook voor andere platformen? Stray? Is er niet een Steam voor Stray? Game. Even kijken hoor. Ik zie hier Microsoft Windows dat die daarvoor is. Ja, dat zal via Steam wel zijn waarschijnlijk. Ja, ik zie meer Steam. Nou, als die een keertje in de aanbieding is, kan ik het je wel aanraden om hem te halen. Oké. What the fuck, er is ook DLC. Oh nee, wacht. Annapurna Interactive Collection. Oh, daar zitten er meerdere games in. €500, what the fuck, maat. Voor 30 games. Nou, doch. Oh, de DLC is alleen de soundtrack. Ja, dat is bij Steam heel vaak. Bruh, je kan gewoon online de soundtrack luisteren. Ja. Dan ben je echt een loser, boy. Als je daar je geld aan uitgeeft, nou... En je hebt een PlayStation 5, maat. Ah, wat een zieke misgegaan, PlayStation 5. Ik zit altijd lekker te kutten en ik hou het gewoon in stand. What the fuck, maat. Nou ja, Paddy die boeit het niet. Dus ja, eigenlijk moet ik mij ook... Nee, maar dat is grappig, want jij reageert er wel op. Dan moet ik ja, dat is waar. Eigenlijk lok ik het mezelf uit. Moet ik hiermee doen? Ik moet wel zeggen, die Switch-like PS5 vind ik dan wel echt wel goor. Nou ja, kijk, stel je voor, je bent geen PC-gamer. En je bent geen Nintendo-gamer. Maar je wilt wel handheld, je weet ik veel, je Spider-Man of God of War. Ja, maar mag het dan niet gewoon een keer dat die mensen gewoon pech hebben, zeg maar? Ja. Ja, maar Milan, de PC, of de, hoe heet het, de Xbox gamers hebben al pech, want die hebben dat niet, maar die kunnen het wel op hun PC spelen, dat wel. Ja, of gewoon op hun Xbox. Ja, maar ze hebben een alternatieve manier om het te spelen, en PlayStation had dat nog niet. Nou, die hebben nu wel een alternatieve manier om hun games te spelen. Dat is op dat portaal. Maar ja, volgens mij was dat portaal iets van €300. Oh, en ik had zoiets van, ik hoef dat niet, want... Nee. Eerlijk is eerlijk, als Nintendo gewoon even oplet en gewoon hetzelfde scherm gebruikt met dezelfde graphics voor de nieuwe console. Ik denk, sowieso als die 1080p kan op handheld zelf... En 60 fps zou wel heel mooi zijn. Maar weet je, eigenlijk hoop ik gewoon dat de volgende console van Nintendo gewoon geen handheld is. Ik weet niet. Ik vind het toch wel chill om hem af en toe beneden te kunnen neerzetten. Ik weet niet waarom. Dat ik dan kan verplaatsen. Ja, weet je, misschien komt het ook doordat ik alleen woon. Want weet je, ik heb een grote tv en daar zou het best wel handig op zijn dat ik het daarop kan spelen. Alleen de aansluiting en zo de hele tijd veranderen, dat is inderdaad wel een dingetje. Dus dan ga ik liever op de bank zitten, handheld. Dat klopt, maar ja, ik zit wel gewoon achter mijn computer. Dat vind ik ook gewoon prima. True. Nou ja, en wat ik ook nog wel doe, aangezien ik een tweede heb gekocht. Ik kan gewoon... De dock gewoon in de dock zetten bij...
Ja, ik kan de dok ergens anders plaatsen. En mijn gewone dok kan ik gewoon laten staan. Dat zou ik eigenlijk ook gewoon kunnen doen. Hè? Gewoon een tweede dok kopen. Ja, het kost wel wat. Volgens mij was het €30 of zo voor een dok. Oh, dat valt echt mee, hoor. Ik vind dat best wel wat. Ja, maar als ik daarom gewoon alleen maar... Dat ik niet alle bedrading elke keer hoef te veranderen. Dat ik hem gewoon meteen gewoon in die andere dok kan zetten, zeg maar. Ik weet alleen niet of als je een dok koopt, dat je dan alleen maar... Ja, daar krijg je waarschijnlijk ook geen snoertje bij en zo. Nee, want ik weet wel dat je zo'n snoertjes aan opladen, die kan je apart kopen. Dat weet ik wel. Dat heb ik ook gedaan, trouwens. Of heb ik dat gedaan? Ik weet niet meer. Mm. Ik weet in ieder geval dat ik er meer dan één heb. Dat weet ik wel. Ik zit echt met zo'n zaak waar, voor mijn werk waarbij ik echt denk van ja... Zet er natuurlijk niet bij wat hij wil, maar... Hij zet er ook weer wel bij dat hij, wat hij wel wil. Ja. Maar ik heb meer informatie nodig. Hij wil iets regelen... Maar hij zet niet neer wat hij exact wil regelen. Wow. Ja, wel wanneer hij die eerste ding wil doen, maar... Godverdomme, kijk. Mm. Nou ja, in principe kan ik gewoon wat neerzetten, boeien. Kijk, hoeveel moet hij betalen? €5. Mocht, was het maar €5, dan hadden we helemaal geen zaken. Dan had ik geen werk. Dan kon ik gewoon lekker op de bank chillen de hele dag. Als iedereen maar €5 hoeft te betalen. Dat is helaas niet het geval. Ik ga gewoon iets erin zetten en ik zie wel of hij wat gaat doen. Trouwens, wanneer is dit verstuurd? Ik wil en graag... Ah, het kutte is, hij spreekt niet... Nou ja... Hij spreekt geen Nederlands. Hij spreekt niet fatsoenlijk Nederlands. Ja, dat vind ik oef. Ik zal hem even quoten. Goedemiddag, ik zou graag een regeling willen treffen en graag €300 de maand betalen. Ja, maar bedoelt hij? Maar bedoelt hij dan... Het ding is, bedoelt hij dan... €300 per maand? €300 per maand? Of bedoelt hij de 30ste van de maand? Nee. Ik denk €300 per maand, denk ik. Dat hij bedoelt. Ja, nou ja, ik ga dat er maar inzetten, want ik zou het verder ook niet weten. En nou ja, hij moet aardig wat betalen en... Kijk, nee, ik zet wel alles. Oh, wacht, dat is een mail. Oeps. Loopsie, floopsie. Oepsie, poepsie. Ik moet er wat anders doen. Je alles deed met... een oepsie en ik oepsies mogen niet vandaag. Hoe gaat het trouwens met het zwerkbal? Goed, ik win alles. Ook dik. Ook dik. Ben je zo'n pro geworden? Ik ben altijd de pro in deze game. Ik ben heel erg benieuwd als ik op de hoogste moeilijkheidsgraad speel. Of ik dan ook een beetje tegenstand heb. Ik heb met 330-0 van Duitsland gewonnen. What the fuck? Ja, ik krijg... Ja. Ja. Maar wacht even. Wat is een normale score? Ja, als je goed bent is dit een normale score. Maar je krijgt zeg maar per goal krijg je 10 punten. En als je de snaai vangt, krijg je 150 punten. En hun scoren niet, omdat ik te goed ben. Ah. Lekkering. Zeker lekkering. Kijk of ik dit red. Ik heb niet genoeg stamina. Stamina. Leave me alone. Dit is namelijk voor een trofee. No. Nee! Ah, ik werd net gehit. You do be wanting a trophy. Ja. Nee, één voor die trofee is dat je 10 mensen revived. No. En nou ja, ik heb er denk ik... Iets minder dan 5 of zo. Mm-hmm. En nu gaat die andere guy, die gaat het gewoon pakken. Terwijl, ja, ik had hem ook gewoon kunnen hebben. Fucking hell. Hoe durft hij de auto te stelen? Ja, inderdaad. Je downloadt toch ook niet je auto? Ja, precies. Motherfucker.
Maar wacht, als deze guy nou gewoon niet speelt... Kut, hij speelt. Man. Dan denk je even makkelijk gewoon... profeet halen zonder wat te doen. Maar dan is het gewoon niet mogelijk. Heel erg setting. Kijk hoor. Ik ga dan wel iets... Oh ja, eentje is gedisconnect. Nice. Extra XP'tjes. Incoming. Bij mij? Oh nee hoor, want ik krijg gewoon een normale. Holy shit, die man die summit 500 mensen. What the fuck. Lekker man. Waarom kan ik dat nooit voor elkaar krijgen als ik speel? Omdat je geen pro spelletje in bent. Ik ben geen pro Evil Dead gamer. Je bent geen Evil Dead Master. Nee, ik ben geen Evil Dead Master inderdaad. Wacht, als ik nu controle krijg. Geef me controle. Dan kan ik me healen. Ja. Ren. Laat me met rusting. Kom op. Ja, een revive erbij. Wayo. Maar ik moet er 30, dus ja. Nou. Ik ben nog wel even op weg. Precies. Het gaat nog wel even duren, denk ik. Oh, en ik ben gedaand. Sad. Tegelijkertijd met die andere guy. Oh, iedereen is gedaand. Oké, nou, dat was een match. Oké, volgende mailtje kijken. Volgens mij is dit alleen maar bevestiging. Yup. Dat is een Engels leenwoord. Jazeker. Ik snap alleen niet waarom wij de bevestigingen in onze mailbox krijgen. Want wij doen er echt helemaal niks mee. Oh, dit is een hele makkelijke vraag, nice. Daar houden we van makkelijke vragen. Ja, kijk, als je het lekker makkelijk op te lossen. Ja, inderdaad. Maar wederom is het weer uitstel van executie. Oh. Dus dat is een beetje kut. Ik ga even kijken, want als hij gewoon netjes is, dan wil ik hem nog best wel die uitstel van executie geven. Maar als hij niet netjes is... En het ziet ernaar uit dat hij niet netjes is. Even kijken. Heeft hij hier nog wat? Oh. Even kijken. Nee, het is geen nette guy. Dan kan ik het niet geven, helaas. He just missed being a little bit of nicing on the cake. Ja, zeker. And if he don't be the nicing on the cake, then he can't eat the cake. Exact. Even kijken, want hij zegt over een week en hij moet vandaag betalen. Nice. Wat een loser boy. Wat een loser boy. En dan stuurt hij vandaag de mail. Maar als je nou zegt van nee, je moet nu betalen, wat dan? Als hij dan niet betaalt, dan gaan wij andere acties ondernemen. Well. Want dan wordt zijn... Man the wing, de zuigering. Ja, zeker. Ja, maar... Nou ja, ik kan wel zeggen hoeveel het is. Mm-hmm. Het is een man die 10.000 euro aan schulden heeft. Big oef. Daar kan je geen uitstel voor verlenen. Vooral als hij al echt een half jaar gewoon niks heeft betaald. Nee. Dan is dat gewoon niet mogelijk. En hij heeft al meerdere malen gezegd... Oh, ik wil meer vatten. En dan betaalt hij gewoon niet. Ja, dan is de Ik denk dat dat een hervatu is. Een hervatweetje. Ik zeg, excuses? Nee, dat is niet mogelijk. Ik kan het nu echt niet missen, ja. Wij kunnen het ook niet missen, maat. Zeg Sorry. Je dat dan ook? Nee, dat ga ik niet zeggen. Dat zou ik wel grappig vinden. Ik zou het ook heel grappig. Ja, wij kunnen het ook niet missen, maar. En wij hebben er recht op. Ja, maar echt. Hoe oud is deze pik überhaupt? 5. Nou, volgens mij het jongste wat we van wat ik heb gezien is 14. Wow, echt? Ja, maar dat zijn gewoon... kinderen die dan met het openbaar vervoer reizen zonder OV.
Of dat ze door de politie moeten legitimeren en dat ze dan geen ID bij zich hebben. Speaking of ID. Ik had vroeger nooit mijn ID bij me. Dat gebeurt nog steeds dat heel veel mensen hun ID niet bij... Ik vergeet hem ook wel eens thuis hoor. Ik van shit, ik ben mijn ID vergeten. Kut. Maar uiteindelijk... Wat doen ze er echt zo moeilijk over? In ieder geval wat ik had. Ik ging een keertje reizen met OV zonder mijn OV. Mm-hmm. En ik had geen ID bij me. No, maar ik kreeg een eerste waarschuwing. Wink, okay. En dat is dan weer een Engels leenwoord. Ja, wenkering. Volgens mij was ik toen ook 14 of zo dat ik dat deed. Maar dat was omdat ik de sleutel was vergeten en mijn OV en het lag allemaal binnen en ik moest weg. Dus ja, dan kies je ervoor. Maar in principe dien jij gewoon als handhaving jouw niet aanpakt, maar staande houdt, dan dien je jezelf te moeten legitimeren. Ja. Volgens mij moet je dat al vanaf 12 jaar oud. Klopt. Dat weet ik. Dat is en, zo. Ja, en sommige mensen die worden gematst, zoals ik. Mm-hmm. En anderen die zijn dan al een paar keer gematst of zo, of die worden helemaal niet gematst. Mm-hmm. En dan zijn ze gewoon de lul. Alleen het ding is, hun ouders zijn nog verantwoordelijk. Dus wie moet ervoor opdraaien uiteindelijk? De ouders. Ja, en als zij niet reageren, want volgens mij zijn die boetes komen ook van het CJIB. Mm-hmm. Dan gaat het naar het deurwaarderskantoor. En dan moeten zij het gaan oplossen. Nou ja, nice. Zij moeten dan staan. Nou ja, wij gaan ook niet beslag leggen of zo op een rekening waarschijnlijk. In ieder geval wat ik heb meegekregen, doen wij dat niet. Dus bij kleine kinderen of überhaupt niet? Nou, bij kleine kinderen. Kijk, als het een volwassen persoon is, dan uiteraard doen wij dat gewoon. Dat, meestal gaan we dan liever voor loon dan voor bank zelfs. Mm-hmm. Want de loon is structureel en bank, ja, dat... En deze gast, die komt uit 2003. Oeh, jonkie. Dus 20 jaar. Ja, dat is net zo oud als mijn vriendin. Dat zou je vriendin maar wezen. Nou, daar ben ik niet zo bang voor. Nee, dit is een man, dus dat helpt al. Dus dan, tenzij je vriendin wat op te biegen heeft. Maar ik denk niet dat... anders was ik daar wel al achter, denk ik. Ja, zo'n vermoeden had ik al. Dus dat zal wel picobello zijn. Even kijken, want ik moet deze man even gemailen dat hij pech heeft. You do be having pech. Ja. Kibooming. Het is wel een interessant beroep, dit. Er zitten alleen wel aardig wat nadelen aan. Mm-hmm. Je hebt wel eens mensen die bedreigen. Ja, dat is wel, ja. Je hebt mensen die emotioneel worden. En je wordt wel eens vaak flink uitgescholden, dat ook. Ja. Dat zal wel, ja. Maar ja. Ja, iemand moet het doen, hè? Ja, precies. daar ben ik nog wel redelijk positief over. Had ik dat verteld? Dat ik iemand... dat iemand ging huilen. Dat iemand aan de lijn had en die ging huilen. Maar dat kan me best voorstellen, hoor. Als je er bijvoorbeeld echt niet zoveel aan kan doen, zeg maar. Dat je het niet kan betalen. Nee, maar het was ook nog eens... hij had zelf, wilde die bij een deurwaarder gaan inschakelen om geld binnen te halen. Nee. Maar hij wilde dat bij ons, maar dat kan niet. Want als jij al vorderingen op jouw naam bij ons hebt liggen, dan kunnen wij niet een zaak van jou aannemen. Nee, dat lijkt me logisch. Dus, die realisatie kon hij niet vinden. Hij vond het een kaasverhaal. Zo noemde hij het dan in ieder geval, maar... Mij lijkt het ook wel enigszins realistisch, maar ja. In eerste instantie wist ik dat niet 100% zeker. Dus ik heb hem gezegd van, joh, ik ga het wel bespreken. Mm-hmm. En bel dan terug, dan kunnen we even kijken of er mogelijkheid is. Oh ja, nee, nu als jij het zo zegt, dan klinkt dat best logisch, zeg maar. Ja. Want ik ben best wel reëel daarin. Ik wil best wel gaan vragen, weet je. Mm-hmm.
Dat vind ik niet zo erg, maar ik kan het niet verzekeren dat je dat ook voor elkaar krijgt. Nee. Dus ja, daar werd hij een beetje emotioneel van. En mijn leidinggevende moest maar een verhaal komen doen van hoe dat zo zit. Alleen ja, het hielp niet dat hij zelf ophing. Dus. Oh nee, dat helpt niet. Nee. Dan haalt het al snel op. Ja, zo heb je in elk bedrijf wel van die gekkies. True. Ken je autonome? Ken je dat? Wat? Iemand die zichzelf autonoom noemt? Nee. Dat zijn ook echt maf jakkers, joh. What the fuck? Dat zijn mensen die denken dat zij een soort van boven de wet staan. En dat zij hoeft te betalen voor rekeningen en dat soort dingen. Maar geen contract hebben of wat dan ook. Ja, precies. Ja, ik weet nu wat je bedoelt, ja. Ja, dat soort mensen krijgen wij ook, hè. Mm-hmm. Dan sturen wij zo'n brief en dan sturen zij een heel 2 A4'tjes vol met... wij hebben geen contract met het CJIB, nog met u. Wij eisen dat u... Ik veel... Wat lullen ze altijd? Dat zij bewijsstukken willen hebben van dat er wel een contract is. Mm-hmm. En dat moet worden verstuurd met behulp van een natte handtekening of wat dan ook. Oké, maar dat soort mensen, daar wil je toch eigenlijk meteen gewoon... de hardnekkigste oplossing voor fixen, zeg maar. Ja, maar dat mogen wij niet gelijk. Mm. Wij moeten sowieso eerst altijd proberen om wat te regelen met die mensen. Okay. Dus wat ook een ding was, wij moeten altijd reageren op brieven en mails die mensen versturen. Okay. Nou ja, en je... Ik denk dat je me iets kan voorstellen dat als je zoiets binnenkrijgt, dat jij zoiets hebt van, ik heb helemaal geen zin om voor de 80ste keer dezelfde reactie te sturen. Nee. Met ditjes of datjes. Maar uiteindelijk, moet het toch wel, want anders krijgt het bedrijf zelf een boete ervoor. Wow. Hoe is dat ook weer geregeld? Volgens mij iets met de Kamer van Deurwaarders of zo. Oké. Maar is het niet zo dat je gewoon ergens templates hebt liggen, zeg maar? Ja, dat hebben we uiteindelijk gemaakt. Ja, dat lijkt me hartstikke slim. Dan kopieer, plak je. You. Exact. Nou ja, dat. Maar dat heeft wel een hele lange tijd gekost voordat we dat uiteindelijk gingen doen. Want we kregen op een gegeven moment zoveel van dat soort mensen. Dat mijn collega's zoiets hadden van, we gaan wel wat maken. Ja, ik zou lekker een templateje maken hoor. Hoppatee, weg ermee. Mm-hmm, exact. Vooral niet te veel moeite meer instoppen. Exact. Nou ja, dat kost eigenlijk alleen maar moeite, dat soort mensen. Ja, precies. Want die zijn niet van toereden vatbaar, zeg maar. Nee. Je kan je best doen, maar dat heeft toch geen zin. Dat weet je van tevoren al. Exact. Nou, je hebt ook dan, als je dan toch op een andere manier moet gaan incasseren, en dat je dan naar de werkgever moet gaan als ze die hebben. Daar komen ook wel eens bonjes mee. Ja. Maar dan is het meer zo van, die autonoom die heeft dan bonje met de werkgever, en die werkgever weet niet zo goed wat ze ermee aan moet. Ja. Ja, snap ik. Nou ja, dat soort situaties hebben we ook wel eens meegemaakt. Heb ik zelfs meegemaakt, bedenk me nu. Wow. Ik ga de aflevering beëindigen. Misschien dat we hier nog de volgende aflevering op verder kunnen gaan. Kan wel. Okay. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.